De reden waarom het in de buurlanden anders verloopt, dat is altijd een complex samenspel van zeer veel elementen. Een van die elementen is dat patrimonium in Vlaanderen, dat is creatief patrimonium. Hè. Als we kijken naar het buitenland, daar is meer, ik ga niet zeggen serieproductie, hè, maar de herhaling is daar iets frequenter toegepast. Wat het voor een installateur ook gemakkelijker maakt. Hè. Want een toepassing in één huis kan hij in de volledige wijk gaan toepassen. Dat is een van de elementen. Er is dus iets meer maatwerk nodig. Hè. Er zijn soms ook creatieve ingrepen gebeurd, waarbij dat bijvoorbeeld een keteltje in een keldergat opgesteld werd, hè, waar dat er nu niet meer zoveel plaats is. Dat kan soms een belemmering zijn. Maar in principe is een warmtepomp echt wel overal toepasbaar. Hè. En ook de installateur die weet wat dat hij moet doen, die krijgt daar de nodige ondersteuning voor om dat mogelijk te maken. Hè. Maar natuurlijk, als de klant zegt op vandaag, mijn budget is maar zo hoog, hè, ik heb absoluut hetgeen nodig die de kleinste investering vergt op termijn van een jaar, dan kan het toch zijn dat de klant daar de doorslag heeft op dat vlak. Ja. Terwijl dat ik er toch van uitga, iemand die een huis koopt, hè, iemand die verbouwt, die heeft toch een visie van ik blijf er nog 10, 15, 20 jaar. En dan heb ik zelf toch ook de keuze gemaakt van laat ons gaan voor de warmtepomp. De context zal zich zo positioneren dat dat uiteindelijk blijkt de goede keuze geweest te zijn. Ja. Daar heb je, als ik daar misschien nog op mag aanvullen, eigenlijk goed beleid, heb je altijd een soort van een wortel en een stok. Die wortel, dat moet de tech-shift zijn, dus het wordt goedkoper om dat met je warmtepomp te gaan vervangen. Je gaat waarschijnlijk toch ook nog een stok nodig hebben en dat is een verbod op gasketels, vervangingen, ook in de renovatie, dus niet enkel in nieuwbouw, die je nu al in Duitsland en in Nederland ziet. En in België gaan we waarschijnlijk ook wel daar naartoe moeten evolueren als je die grote shift wilt zien in warmtepomp. Uiteindelijk, om daarop terug te komen, wat we straks ook zeiden, is wel belangrijk om die stap te kunnen zetten, dat er een soort, ik gebruik dat dikwijls, maar een kalender opgesteld wordt. Want zoals dat we zeiden, in 2050 wij klaar zijn met alle woningen en je gaat op de vervangingen die nu gebeurt, heb je ongeveer 20 jaar nodig om alles te vervangen. Dus een duidelijk signaal van de overheid is daarin belangrijk. En we zien nog, ook in media soms, veel te veel signaal, ga maar voor optimalisatie. Zet daar, heb je nu een niet-condenserende keten, zet de condenserende keten, dat is ook al goed. En dat is in feite van het oude een beetje bijregelen en we doen zo maar verder. Maar we staan voor een transitie, als we die 2050 moeten bereiken, kunnen we niet verder met wat regelingen en optimalisaties. Ik vind dat een zeer belangrijke term. Je hebt aan de ene kant de weg van optimalisatie, want dan blijf je met het oude, je probeert gewoon beter te doen. Of je hebt de weg van transitie en je kiest voor het nieuwe, dat beantwoordt aan de doelstellingen die je hebt. En dat is ook wel belangrijk dat dat veel duidelijker komt in de media, om ook de mensen nog meer wakker te maken.